Quincy Theorie tot plezier en goed dat je kijkt, want vandaag heb ik geen tip, truc of ezelsbruggetje voor je. Nee, vandaag gaan we weer een theorie quiz houden met aankomend goocheltalent, niemand minder dan Neep. Neep, kom erbij. Ja, toch. Goed dat je er bent, jongen. Dankjewel dat ik mocht komen. Ja, graag gedaan. Je gaat een theorie quiz doen, maar je bent goochelaar. Ja, ja. Ken je hem nog niet? Check hem, Neep. Je zal er geen spijt van krijgen. We gaan vandaag een theoriekus met je doen, maar voordat de theoriekus is genoeg, ga jij me wat trucjes laten zien. Ja, zeker. Kijkers, kijk goed mee, want dan... Blijf opletten. Misschien spotten jullie de truc. Ik heb hem gezien. Ik ben wel eerlijk, ik heb hem gezien. Okay. Het is mijn vuurschop of iets. Ja, klopt man. Ja, ik zag het, ik heb mijn bril op dit keer. Kies er maar eentje uit. Oké, kies er eentje uit. Ja. Die? Maar niet dezelfde uitkiezen alsjeblieft. Hij heeft volgens mij dezelfde uitgekozen. Kijk, ik zag het aan zijn blik. Oké, we doen een andere. Kijk, als ik het weet, dan is het minder leuk. Kijk, dus zeg maar stop wanneer je wil. Stop! Hier? Ja. Meer of minder? Nee, zo is goed. Zeker weten. Zeker weten. Kijk maar. Niet dezelfde kaart uitkiezen. Nee. Dat weet je, echt die wens. Ja, hoop nou man. Kijk, je zal denken dat ze allemaal hetzelfde zijn. Hoe doe je het? Oké, wacht. Ik ga het pakje schudden, ja? Ja. Ja? Filmen jullie dit, alsjeblieft. Kijk. We doen het zelf zo. Kan je voor mij stop zeggen wanneer je wil? Stop. Zeker weten? Zeker. Niet ietsjes meer of ietsjes minder? Nee, stop. Wat heb je met die vier schoppen? Ik weet het niet, wat heb jij met die vier schoppen? Zo kan het niet doorgaan, hè? Nee, ik vind het gelijk, man. Laat me die andere kaart zien. Hey, theorie. Ja. Je doet weer vier dingen. Je hebt je theorie, heb je al een keer gedaan? Ja, ik had hem al een keer gedaan. De eerste keer had ik hem gelijk gehaald. Mm-hmm. Maar door lessen eigenlijk duurde het veel te lang. En mijn lessen had, of tenminste mijn examens had ik niet gehaald. Oké. Okay. Dus moest ik weer eigenlijk mijn theorie doen. Toen dacht ik, ja laat maar. Voor nu doe ik gewoon mijn eigen ding. Oké, ik ga nu een theorie quiz met jou doen. Het gaat heel simpel. Mm-hmm. 1 minuut. 10 theorievragen. Ja. Je moet er minimaal 6 goed hebben om hier te slagen. Oké. Okay. Gaat het je lukken? Ik denk het wel. Je mag geen goocheltrucjes gebruiken. Oké, okay, ik ben benieuwd. Zijn het moeilijke vragen? Nee, het is gewoon een mix van de vragen die ik kan vragen. Het is gewoon ja, nee, A, B. Ja, zoiets. Nee, A, B. 1 keer moet je de juiste volgorde van de vorige situatie kunnen opnoemen. Yes? Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Mag ik kijken nu? Je mag nu kijken. Oké. Okay. U wilt die links inhalen. Mm-hmm. Mag u links inhalen? Ja. De politieauto voert geen bijzondere signalen. Moet u die politieauto voor laten gaan? Ja. Rijdt u in een 30 kilometer zone? Ja. U parkeert hier, mag dat? Nee. Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan? Eerst de motor, dan de scooter en dan de bus. Welke weg is ingericht voor maximaal 100 kilometer per uur? B. Kind komt met zijn oren boven de rand van het kinderzitje. Mag dat? Nee. Kunt u hier bromfietsers op de rijbaan verwachten? Ja. U wilt rechtdoor. Moet u deze reis ook blijven volgen? Nee. Kunt u door cruise control gebruiken brandstof besparen? Ja. En dat was hem. In 1 minuut. Oké, ik ben benieuwd. Hoe denk je dat hij het gedaan? Ik weet het echt niet, man. Misschien straks. Ik weet het echt niet. Gedaan. Hey, sorry dat je onderbreekt. Ik ga straks verder met het resultaat, maar zou je ook graag al deze examenvragen en alle andere CBR-examenvragen te zien willen krijgen, uitgelegd willen krijgen op de meest makkelijke en simpele manier, dan kan dat nu via onze videocursus. Ons meest aanbevolen pakket biedt je 31 dagen toegang tot alle video's, 7 oefenexamens, een begrippenlijst met de meest voorkomende verkeersbegrippen en een overzicht van de meest voorkomende verkeersborden met de betekenis daarvan, zodat jij ook in 1 keer slaagt. Dus plaats je bestelling via de link in de omschrijving en dan zie ik je graag bij hoofdstuk 1. Je weet het echt niet? Mm-mm. Nee, je hebt er 2 fout, man. Ja? Twee van de 10 fout. Weet je welke fouten het waren? Nee, ik heb wel best op gegokt. U rijdt hier in een 30 kilometer zone, dat is nee. Dat is de adviessnelheid. En welke weg is ingericht voor maximaal 100 kilometer per uur? Jij hebt B.
En dat was antwoord A, groene streep. Ja. Hoe kan je dat makkelijk onthouden? Geen groene streep. Denk aan een biljet van 100 euro. 100, ja. Welke kleur heeft die? Groen. Klaar, ja. Simpel. Nee, maar alsnog supergoed gedaan. Twee foutjes maar van de 10 vragen binnen een minuut. Dus in de theorie moet geen enkel probleem zijn. Nee, klopt. Dit was een theorie quiz met Neep. Hij heeft het gekild. Ja, niet alleen met de theorie quiz, maar ook met die trucs. Mijn mind is nog steeds blown. Volg deze man sowieso, Neep, op alle social media kanalen. Ik zal er geen spijt voor krijgen. En Neep, nogmaals bedankt voor je tijd en voor de trucjes. Ik denk dat de kijkers dit een van de leukste uitzendingen vonden. Ik zie je graag volgende week weer terug met een nieuwe tip, truc of ezelsbrug. Yes.